Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 10 juni van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we wisselende wolkenluchten. De meeste bewolking vinden we vandaag langs de kust. In het noordwesten en het zuidoosten van het land kan vanochtend een enkele bui vallen. Op veel plaatsen blijft het vandaag echter droog. En vanmiddag schijnt landinwaarts de zon geregeld en wordt het zomers warm met 25 of 26 graden. In de kustprovincies ligt de temperatuur tussen de 20 en de 22 graden. Vanavond blijft het overal droog, klaart het soms op en ligt het kwik tussen de 17 en de 23 graden. Morgen is best een aardige junidag. Het is wel iets minder warm dan vandaag. Het wordt 20 tot 24 graden. De meeste wolken vinden we in het zuiden van het land en daar kan een stevige regen- of onweersbui vallen. In de rest van het land blijft het droog. Ook op dinsdag is het zuiden gevoelig voor een paar buien. Op andere plaatsen is het droog in het land. Wel is het met 16 tot 21 graden minder warm dan we gewend zijn. Woensdag is de koelste dag van de week met 16 of 17 graden. Daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Ik ben Diana Boeij van Weerplaza.